Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Joost de Valk van Joost, Y-O-A-S-T. Joost, als ik in ons archief kijk, zie ik je de eerste keer in 2011 opduiken. Je was de gast dat is een tijd geleden. Je was de gast bij ons in 2015, dat is ook een tijd geleden. Toen hebben we uitgebreid over Joost gesproken. Iedereen die wel eens die iets actiever op internet is, hè, dus zelf al met sites heeft gewerkt, weet wie en wat Joost is. Maar er zijn ook mensen die de andere kant van sites bezoeken, die weten dat niet. Dus vertel nog één keertje wat jullie doen. Wij maken software en cursussen over het die je helpen je website te optimaliseren en vindbaar te maken in zoekmachines en op sociale media. En dat doen jullie al een tijdje. We gingen dus kijken, jij zei van hoe groot waren we toen eigenlijk? En toen jij sprak in 2015, werkten er 20 mensen bij jullie. Geef eens eventjes aan hoe groot jullie bedrijf op dit moment is. We zijn nu met 85 mensen in Wijchen en dan nog een kleine 20 in de rest van de wereld. We hebben 9 miljoen websites die onze software draaien. Ja, dat moet je zien als 6-7% van het internet, ongeveer 12% van de top 1 miljoen websites draait onze software. Ik denk best groot eigenlijk daarin. Ja. Dat is natuurlijk voor het grootste gedeelte zijn dat gebruiken ze onze gratis software. We hebben 350.000 betalende klanten ondertussen, waarmee we die mensen betalen. Ja. Ja, voor wie dat niet weten, mensen die gewoon op websites klikken en geen idee hebben dat ze het, hoe dat komt, dat ze het hebben kunnen vinden in Google. Ja. Jullie maken, of het belangrijkste wat je, de software die, waar je het nu over hebt, dat is een plugin die jullie maken voor een CMS, dat heet WordPress. Dat is een open source systeem. Dat is een open source CMS. Dat kan iedereen gratis gebruiken en dat is eigenlijk een hele eenvoudige manier om een website in elkaar te zetten. Ja. Ja, en ondertussen ook voor een aantal andere open source CMS'en. Maar WordPress is gewoon zoveel groter dan de rest, dat het dat ook bij ons 99% van onze gebruikers op WordPress zit. Ja. Hey, en wat doen jullie dan om een site vindbaarder te maken? Want mensen gebruiken Google, dus die denken allemaal dat Google zeg maar het werk verricht. Nou, dat is voor een groot deel ook waar. Wat wij doen is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant probeer je zoveel mogelijk technische barrières weg te halen. Dus je probeert alle dingen die voor Google technisch geregeld moeten zijn, proberen we zoveel mogelijk automatisch te regelen, zodat gebruikers daar niet over na hoeven te denken. Want die snappen daar niks van en die zouden daar ook niks van moeten hoeven snappen. Aan de andere kant geven we feedback over hoe je aan het schrijven bent en je richt je op een bepaald zoekwoord waarvoor je graag gevonden wil worden, doe je dat wel goed. En sinds een tijdje geven we ook gewoon algemene feedback over de leesbaarheid van je tekst. Omdat we steeds vaker zien dat daar dan een hoge correlatie is met vaker gedeeld worden, goed gevonden worden, et cetera. Omdat gewoon een beter leesbare tekst natuurlijk makkelijker gedeeld wordt. Dus die combinatie, eigenlijk proberen we te optimaliseren, vertellen wij altijd aan mensen ook van we optimaliseren voor het doel waar Google eigenlijk ook naartoe wil, namelijk zo goed mogelijke websites. Dus maar je probeert die geen truc, je probeert zeg maar Google niet, want die voorbeelden heb je ook, hè? Er zijn heel Google veel trucjes om de tuin te leiden, zeg maar. Ja, dat was, moet ik eerlijk zeggen, 4 jaar geleden nog meer een ding dan nu, want het wordt steeds moeilijker, want Google wordt daar steeds beter in. Maar wij zijn ook te groot langzamerhand om daar nog in mee te kunnen gaan. Het is ook een trucje, is heel leuk als je dat op 10 websites doet, maar als wij het op 9 miljoen websites uitrollen, dan valt het best hard op. Dus dat heeft weinig zin meer. We werken nu eigenlijk meer samen met Google dan dat we daar nog actief proberen om hun systeem te gamen. Er zijn heel veel dingen waar we over gaan praten, maar je zei net al, ik vind het wel prachtig dat een van de grootste, denk ik, weet je wel, technologiebedrijven in de internetwereld vanuit Nederland, vanuit Wijchen, opereert. Normaal horen we natuurlijk eigenlijk altijd, als je wereldwijd groot wil worden, merken worden, moet je eigenlijk naar bijvoorbeeld Amerika verkassen om daar vandaan te opereren. Als mensen dat tegen jou zeggen, waarom zeg jij dat het goed is om vanuit Wijchen te opereren? Nou, omdat eigenlijk het enige wat je nodig hebt om te doen wat wij doen, is een internetverbinding. Laten we daar heel reëel over zijn. Ik bedoel, daar moet je een goede internetverbinding voor hebben en daar houdt het voor het grootste gedeelte verder op. Natuurlijk moet je mensen kunnen vinden, maar die kun je overal in Nederland vinden. En
En ja, het voordeel van Wijchen en dus niet alleen niet Silicon Valley, maar ook niet de Randstad, is dat het heel betaalbaar is. Niet alleen voor ons, maar ook voor al onze medewerkers die graag een huis willen kopen of huren. En om te wonen en om naar school te gaan en al die dingen is allemaal makkelijk en goed te doen. Ja, ik vind het fantastisch en dat zal nog wel even zo doorgaan. We zitten in het centrum van Wijchen op 5 minuten loop van het station. De helft van onze medewerkers woont in Wijchen, de andere helft woont in de omgeving. Er zijn geloof ik 2 mensen met een reistijd van langer dan 25 minuten. Echt? Ja, ik vind het... En in het centrum, hoeveel heb je nu? 3 panden of zo? We hebben 4 panden. Maar dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ik bedoel, dat is echt op 50 meter lopen. Dus dat is heel dicht bij elkaar in ons eigen campusje. Ja. Je vertelde, WordPress is zeg maar de basis, je doet het voor meerdere platformen, je bent bij WordPress begonnen. Maar een aantal maanden geleden ben jij ook binnen WordPress, open source tool. En zoals het vaak in open source gaat, je hebt het open source gedeelte en je hebt dan een commerciële tak ernaast. Hè? Ja, nou, in het geval van WordPress heb je een groot bedrijf achter. Automatic. Dat een van de oprichters van WordPress is. Dus en die hebben WordPress.com. Dus iedereen denkt vaak dat de commerciële tak is van WordPress.org. Ja, dat is maar deels waar. En WordPress heeft een foundation. Waar diezelfde Matt Mullen eigenlijk weer de voorzitter van is. En die foundation is eigenaar van het trademark. En van eigenlijk de broncode. Voor zover daar een eigenaar van is. En WordPress.com is gewoon een losstaand bedrijf. Maar jij bent daar een belangrijke rol gaan spelen. Ja, maar binnen het .org gedeelte, ja, dus niet binnen het .com gedeelte. Nee. Ik hou me met de commercie van die kant, hou ik me niet bezig. Dat kennen we goed hoor, dus dat is gewoon een commercieel bedrijf waar wij veel mee samenwerken. Maar aan de .org kant heb ik de taak gekregen om de marketing van WordPress als geheel op een wat hoger plan te gaan tillen. Er was altijd al een marketingteam. Maar dat heeft nooit heel veel liefde gekregen vanuit de rest van de organisatie. Dus daar zijn we nu wat veranderingen aan het brengen. We hebben eigenlijk ons eigen verhaal heel slecht verteld. En dat is heel grappig, want het is natuurlijk enorm gegroeid altijd. Maar wat je ziet gebeuren de afgelopen paar jaar, is dat er een paar systemen steeds groter aan het worden zijn. Een paar closed source systemen, Squarespace, Wix, Shopify, dat soort dingen. Die eigenlijk relatief weinig marktaandeel hebben, maar daar zoveel geld mee verdienen. Dat ze reclamecampagnes kunnen wegzetten die gewoon heel groot zijn. En die wel impact hebben op hoe de markt zich verdeelt. Dus daar moet langzamerhand wat tegenover. En toen dacht jij, goh, ik heb een bedrijf met 80 man in Wijchen, weet je wat? Ik heb niks te doen. Ik neem er nog eens een baantje bij WordPress. Dit werd in januari bekend. Veel mensen fronsten toch even hun wenkbrauwen. Stop je met Joost? Het grappige is dat de mensen dan hun wenkbrauwen fronsen, maar zich niet realiseren dat wij van die 100 mensen, we hebben bijvoorbeeld in 2018 hebben er ongeveer 10 fulltime aan WordPress gewerkt. En ja, kost dat ergens dat jullie 20% van je tijd aan WordPress? Ja, en dus wij besteden echt heel veel tijd aan het beter maken van WordPress zelf en niet van ons, eigen product. Met de simpele... Daar verdien je niks mee? Nee. Maar geld verdienen is sowieso een hele slechte reden om wat dan ook te doen. Wij geloven dat als we het product beter maken, dat het goed is voor iedereen en dat de taart groter maakt. En dus ook ons deel van de taart. We zitten met een hele simpele rekensom. Ook als je er puur economisch naar kijkt. We hebben 40-50% marktaandeel in de WordPress-markt. De kans dat dat 90 gaat worden is niet heel groot. Dus om te groeien moet WordPress ook groeien. En moet WordPress dus beter worden. En stop je daar tijd in? En die rekensom maken gelukkig een heleboel andere bedrijven die in datzelfde ecosysteem zitten ook. En dat maakt het zo sterk. Maar dat heb je... Dat is een hele economische rekensom. Tegelijkertijd is voor mij gewoon, weet je, alles wat ik kan doen om de open source verder te brengen, vind ik belangrijker dan een heleboel andere dingen. Maar leg dat nou eens uit. Waarom is dat zo belangrijk? Wat is er eigenlijk, als we gewoon een goede Squarespace hebben, waar we voor een tientje per maand een lekkere mooie website kunnen bouwen, die ook steeds beter wordt. Omdat een tientje per maand voor ons niet zo heel veel is, maar voor mensen in India wel. Voor allerlei andere mensen in Afrika, waar je WordPress nu heel hard op ziet komen, wel. Ik ook vind dat je
wat een commodity is. En eigenlijk is een website bouwen, mag je langzamerhand toch wel een commodity noemen. Ja. Moeten we zoveel mogelijk open houden en met z'n allen gewoon aan samenwerken, in plaats van allemaal weer iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. En het is een beetje een soort, iedere developer heeft ooit al een keer een CMS gebouwd, iedere webdeveloper, ja, want dat gaan ze allemaal zelf een keer doen. En als je een beetje commercieel bent, dan ga je het ook nog verkopen aan klanten. En op een gegeven moment kan die klant kan niet weg, want die zit op dat systeem van jou en die wil naar iets anders en dat gaat niet. Nou, dat soort problemen hebben we bij WordPress niet. Je kunt gewoon van naar een andere developer als je die developer niet aardig vindt. Maar dan blijf je wel gewoon in WordPress draaien. Ja, dat model en het gewoon het voor iedereen toegankelijk maken van het bouwen van een website. En met onze software erbij het vindbaar maken van die website zonder dat ze daar geld voor uit hoeven te geven. Vind ik een heel groot goed. Ja. En vind ik uiteindelijk belangrijker dan, nou, dan geld verdienen. Maar ja, weet je, ik vind het heel mooi dat jij dat vindt en dat horen open source projecten natuurlijk ook te werken. Zoals je weet, ik heb er ook nog een kleine geschiedenis in. Jij hebt er ook nog mee gewerkt. Bij de VPRO heeft ooit MMB's, content management systeem ontwikkeld, open source gemaakt. En jij hebt er ook mee gewerkt. Wat ik me herinner uit die tijd was, ja, is dat het me zoveel moeite kost om, dat het mij in ieder geval, ons, en misschien waren we ook te klein, hè, want als je heel groot bent, dan kun je misschien al makkelijker meer bedrijven vinden die deze zo tegenaan willen kijken als jij. Nou, dat is nog steeds lastig. Want ik ben best wel meerdere bedrijven langs gegaan waar ik tegen zei, jongens, jullie verdienen heel veel geld dankzij deze software. Ja. Geef wat terug. Ja, ja, dat is heel moeilijk. Het is ergens heel schokkend. Wij zijn absoluut binnen de WordPress-markt wel een redelijk groot speler, maar natuurlijk eigenlijk in de totale zin van al deze dingen niet een heel groot bedrijf. En we zijn denk ik wel de tweede contributor aan WordPress. De nummer 1 is Automatic, het bedrijf van de oprichter, die met 700 man zijn en een man of 50, 60 fulltime aan WordPress hebben werken. Wij zijn nummer 2. En er zitten hosts bij, zoals een GoDaddy en een Bluehost en zo, die langzamerhand wat gaan doen. Maar dat zijn hosts die miljoenen WordPress-sites hebben draaien, waar ze iedere maand minimaal een paar dollar vervangen, waarvan je zou denken, jullie kunnen wel een beetje meer doen dan wat jullie nu doen. Dat begint nu te komen, heeft heel lang geduurd. Ja, ja, dat is heel moeilijk. En dan heeft WordPress absoluut het voordeel van zijn enorme maat. Want wij groeien vorig jaar met 3,4% of zo. En daarmee groeien we eigenlijk het totale marktaandeel wij, van bedoel je WordPress? Ja, ja. Het totale marktaandeel. Ben je nou in dienst ook bij WordPress? Nee, er is niemand in dienst van WordPress. Dus dat is ook, er is geen, ik krijg niet betaald, het is een vrijwillige functie. Je bent eindverantwoordelijk voor de marketing en communicatie? Dat is een vrijwillige functie? Ja, er is niemand die betaald krijgt voor het werk aan WordPress zelf. Ja, toch bijzonder. Ja. Nou ja, vind je dat ook de kracht of niet? Nou, ik weet niet of dat op de lange termijn een houdbare situatie is. Nee. Want dat betekent eigenlijk dat alleen maar mensen zoals ik, die het al voor elkaar hebben, dit soort dingen kunnen doen. Maar daar zijn we ook wel aan het kijken van, moet dat op een andere manier ingestoken worden? Ja. Maar je was bezig hoe groot WordPress is, wat voor marktaandeel heeft WordPress? Nou, WordPress heeft nu een marktaandeel van 33,4% van het web. Dus we kunnen nu eindelijk zeggen, meer dan een derde van het web draait op WordPress. Dat is mega. Ja, dat is mega. Gigantisch. En het is dan veel meer mega als je je realiseert dat de nummer 2 nog iets minder dan 3% heeft. Echt? Ja. Dus het is echt, want daarna is er een hele lange longtail van heel veel CMS'en met 10.000 sites. En ja, nee, dat is echt absurd. Het is heel veel. Het zijn heel veel diverse soorten sites ook. Dus dat is ook. Wat is WordPress, wordt me dan eens gevraagd. Wat vind je nou dat WordPress zou moeten zijn? Ja, dat is niet één ding, dat is een heleboel dingen. En het is natuurlijk een enorm ecosysteem van allerlei partijen, zoals jullie met je plugin. Er zijn natuurlijk miljoenen plugins. Nou, er zijn nu op de WordPress repository, ik geloof, 50.000 plugins. Iets van, ik geloof dat we 40.000 themes kennen of zo. Ja. Ik denk dat er, er verdienen ook ontzettend veel mensen hun geld, hè? Ja, ja, dus als je WordCamp Europe dit jaar in Berlijn in juni, dan staan er gewoon weer 2.500 mensen die met WordPress bezig zijn, staan daar met z'n allen het WordPress-feest te vieren. Ja. Ja, dat is echt heel groot. Dat is ook, maar grappig genoeg zijn er andere open source CMS'en die bijna net zulke grote
congressen kunnen maken die veel kleinere marktaandelen hebben. Dus het is ook niet, ja. Hey, jij vindt dit zelf heel belangrijk, maar ik neem aan dat je toch ook binnen je bedrijf moest vertellen van... Ja, ik ben eigenlijk van plan om dit te gaan doen, vrijwilligerswerk voor WordPress. Ik ben binnen ons bedrijf natuurlijk niet in mijn eentje de baas. We zijn met een directie van vier en eigenlijk nemen we alle beslissingen ook wel met z'n vieren. Dus we hebben het hier wel over gehad. Ik wilde dit graag doen. We zagen wel een meerwaarde voor WordPress en daarmee ook wel voor onszelf. Maar natuurlijk zitten er ook wel gevaren aan vast. Want ik had gewoon, de gedachte was echt gewoon, ja, ik heb minder tijd voor Joost. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, zoals het nu uitpakt, besteed ik een halve dag tot een dag in de week aan WordPress. En de rest van de tijd ben ik gewoon met Joost bezig. En ja, dat gaat eigenlijk prima. Ja. Hey, dit is een super succesvol open source voorbeeld. De basis van het internet is eigenlijk allerlei open source toepassingen. Ja. Als we even naar het totale plaatje kijken. Is open source nog aan een opmars bezig? Of is het over zijn hoogtepunt heen? Hoe kijk jij tegen open source software in de breedte aan? Nou ja, wat je ziet is dat de grote spelers langzamerhand open source ook wel redelijk omarmd hebben. In meer en mindere mate. Van bedrijven als Microsoft die letterlijk langzamerhand alles aan het open source zijn, op een hele mooie manier. Tot Facebook, die dat natuurlijk veel minder doen, maar die wel weer op hardwaregebied allerlei hele vette open source dingen doen. Ja, ik denk niet dat het nog weg te denken is. Ik denk niet dat de meeste mensen die een beetje dit snappen, en soms wordt er door bepaalde groepen developers met een beetje zo naar open source gekeken. Ja. Wat is dat nou? Maar 90% van het web bestaat niet zonder open source. Ja. Zonder Linux, zonder BSD, zonder WordPress, zonder, weet je, er is zoveel wat daar zo belangrijk in is. Ja, een opmars is dan, vind ik dan ook een beetje een rare term. Het totale marktaandeel van open source CMS'en stijgt nog steeds, maar dat komt eigenlijk alleen door WordPress. Dus dat is een beetje een oneerlijke vergelijking soms. Maar je ziet wel dat dat de hele grote bedrijven het oppakken. Ik denk nog wel dat er nog steeds heel veel bedrijven daaronder, zeg maar, heel veel hele dure software inkopen die ook anders zou kunnen. Ja. En een vraag van Joost Schaap via Twitter over Joost en jullie plugin. Is voice, dat is de voice technologie, je praat tegen een apparaat en je krijgt een antwoord, zeg maar. Is dat een potentiële bedreiging of een kans voor jullie? Hoe kijken jullie aan tegen voice? Het is gewoon een volgende modus van search. En het grappige is dat aan de zoekmachine kant is voice een nieuwe interface. Maar uiteindelijk zoekt dat ding nog steeds gewoon in tekst. Ja, dus dat verandert eigenlijk niet zoveel. Nee, het stomme is dat in alles wat ze doen, hè, ook nu nog steeds, als je YouTube kijkt, die kunnen tegenwoordig fantastisch mooie transcripten maken, automatisch. Maar waarom hebben ze dat nodig? Omdat ze die tekst nodig hebben om doorheen te kunnen zoeken. Ja. Want alle andere dingen werken eigenlijk niet. Dus ja, daar verandert eigenlijk niet zo heel veel. Het enige wat daar wel belangrijker in wordt, is die leesbaarheid. Want in voice, als je dingen al moeilijk vindt om te lezen als het moeilijkere zinnen zijn om te lezen, moet je ze eens voorgelezen krijgen. Ja. En dan proberen die zin van 25 woorden nog te begrijpen. Dat is heel moeilijk. Dus kortere zinnen, begrijpelijkere taal is dan ineens nog belangrijker. Daar zijn we best heel veel mee bezig. Het is eigenlijk gekomen toen Marieke, mijn vrouw, het bedrijf binnenkwam, dat ze daarover begon. Hey, we zouden ook iets aan de leesbaarheid moeten doen. En ondertussen zei de baas, dus worden daar nog veel harder op gefocust. Ja. Ja, we hebben toen op een gegeven moment een taalwetenschapper aangenomen en die zijn ze gaan vermenigvuldigen. Dus we hebben nu een team van, ik geloof, 9 taalwetenschappers zitten. Die allemaal bezig zijn met hoe kunnen we nou mensen helpen om beter te schrijven, betere teksten te schrijven. En hoe kunnen we dat niet alleen in het Engels doen, maar ook in het Nederlands, in het Duits, in het Grieks, et cetera. Maar zijn jullie eigenlijk een soort van Grammarly aan het worden? Ik denk dat we 90% van de functionaliteit van Grammarly al hebben, qua gewoon tekst, qua readability. Zij doen ook nog echt grammatica, ja. Dat doen wij nog niet.
Enig verschil is dat zij het doen op hun servers en dat is alles wat jij intypt naar hun servers toe gaat, zij het opslaan en daar een analyse op gaan doen. En wij doen het allemaal in jouw browser, we doen niks bij ons. Dus, wat maakt dat voor mij uit als gebruiker? Nou ja, als gebruiker maakt dat afhankelijk van hoe privacy-minded jij bent heel veel of heel weinig uit. Maar ja, het betekent gewoon dat die teksten die jij schrijft, dat zij daar een zij hebben die tekst dan ook ja, weer. Die slaan ze ook op. En daardoor kunnen ze zinnen vergelijken, wat Google ook doet, zeg maar. En daar vinden bedrijven dus wat van. Dus ik weet dat een van de redenen waarom bijvoorbeeld Disney, die gebruiken onze software voor al hun sites. Onder andere omdat wij nooit data vanuit die sites naar buiten toe schieten. Ja. En daar word je dan behoorlijk streng op geaudit. Maar ja, dat is van begin af aan is dat de gedachte geweest. Ik vind dat dat soort dingen niet jouw site uit moeten gaan voordat jij op publish hebt gedrukt. Ja. Dus in deze tijd waar privacy en beveiliging van data, et cetera, dat zat bij jullie er... GDPR was voor ons vrij makkelijk. Ja. Dat was niet een heel moeilijk proces. Ja. Dus, we hebben veel klanten, dus je gaat toch even je klantdata doorkijken. Maar ook dat was eigenlijk heel makkelijk. Gewoon omdat ik wil al heel lang die neiging om niks op te willen slaan dat wij niet per se nodig hebben. En dat in dit soort dingen geldt het helemaal. Dus wij doen die analyse gewoon in jouw browser terwijl je aan het typen bent. En ja, dat gaat gelukkig goed. Ik kreeg wel, toen ik dat voor het eerst zag van een vriend van mij die schrijver is, die vond dat jullie de verarming van het taalgebruik in de hand werken. Door zodra je meer dan, geloof ik, 16 woorden in een zin tikt, te zeggen, nou, je zin is wel erg lang. Ja, nou, ik zeg ook niet dat je de romans... Of moet ik dan bij je vrouw zijn? Nee. Ik denk dat we daar redelijk over eens zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat... Op het moment, ja, dat kun je zien als verarming van taalgebruik. Dus ik vind ook zeker niet dat je je roman erin moet gaan schrijven. Maar ik denk als je webteksten aan het schrijven bent die bedoeld zijn om op je mobiele telefoon te kunnen lezen, dat je dat het dan hele valide feedback is. Dan gelden dat soort wetmatigheden. Ja, dan moet het simpeler. Ja. En dat is, weet je, toegankelijkheid is voor ons heel belangrijk, ook omdat... Als ik iets toegankelijk maak voor meer gebruikers, dan gaat het ook meer mensen kunnen bereiken. Dus je vergroot gewoon je potentiële bereik. En dat is met goed leesbare teksten natuurlijk toch iets beter dan met slecht leesbare teksten. Kun je eens iets vertellen welke stappen jullie als bedrijf daarin gezet hebben? Want je zei aan het begin, dan zat je misschien nog een klein beetje in de fase van, ik zal niet zeggen Google om de tuin leiden, maar... rechtstreeks inspelen op... Toen waren er echt nog wel trucjes. Ja. En hoe zijn jullie, zeg maar, en hoe hebben jullie als bedrijf, want je geeft eigenlijk aan, we zijn langzaam opgeschoven, we doen ook steeds meer cursussen, dus we helpen mensen om dingen te gebruiken, we zijn nu taalanalyses aan het doen. Hoe gaan dat soort stappen in zijn werk? Komt dat van je gebruikers die erom vragen? Zijn de kansen die jullie zien? Daar eigenlijk bijna nooit om. Wij zijn meestal dat wel een paar stappen voor. In die zin geloof ik wel in Steve Jobs en dingen over. Ja, mensen hadden nooit gevraagd om de iPhone. Nee. Het zijn kansen die we zien. De beste dingen die wij bouwen in onze software zijn eigenlijk altijd als we onze eigen probleem oplossen. Dus we zijn zelf nog steeds, we publiceren natuurlijk heel veel op Joost.com, heel veel artikelen, een actief blogteam wat gewoon de hele tijd schrijft en daar mee bezig is. En dan loop je tegen dingen aan en die ga je oplossen. En dan ga je kijken hoe kunnen we dit verbeteren en hoe kunnen we het systematisch verbeteren. En daar komt eigenlijk de beste ding uit voor. En natuurlijk praat je daarin ook met gebruikers en sommige gebruikers zijn dan zijn hele goede voelsprieten en andere minder. Dat ontwikkelt zich langzaam. En wat er wel gebeurd is in die periode, als je kijkt, ik ben nu een jaar of 12 ben ik zoekmachineoptimalisatie aan het doen. Als je kijkt wat er in die 12, 13 jaar veranderd is in hoe dat werkt, is in de basis zijn een heleboel regels eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven. Maar mensen zoeken nog steeds en daarvoor gebruiken ze woorden. En die zoekwoorden die zijn wat veranderd, maar niet extreem. Maar daar is een heleboel techniek bijgekomen. Die ziet gelukkig niemand, want die halen we helemaal weg voor iedereen. Maar er is echt wel veel geneuzel bijgekomen van dingen die je moet regelen. En tegelijkertijd is de concurrentie veel meer gegaan om... wat is nou de betere website?
En betere websites is een heel ambigu iets. Het kan van alles zijn. Maar dat heeft heel vaak toch wel te maken met wie heeft nou zijn website het best opgezet en de meest begrijpelijke teksten geschreven. Heeft überhaupt over alle onderwerpen waar mensen op zoek rondom het onderwerp waar je voor gevonden wil worden teksten geschreven. Nou ja, weet je, zo zitten een heleboel factoren die dan bij elkaar komen. En we gaan dus continu door met dat verder te ontwikkelen. En het grappige is dat je naarmate je dan groeit, krijg je op een gegeven moment weer nieuwe mensen binnen met nieuwe talenten. En we hebben een tool nu die internal linking doet, die helpt om te zeggen van, hey, als je hierover schrijft, je hebt hier al eerder over geschreven, dan zou je naar dit artikel moeten linken. Nou, die was eerst heel, een beetje koddig opgezet, als ik er nu op terugkijk. Maar ja, dat was wat we toen konden. En nu heb ik een paar mensen zitten in een team die daarmee bezig zijn, die dat echt opbouwen op een manier waar ik tijdens de meeting zit te googlen van wat zeggen jullie nou eigenlijk precies. Maar daar komen dan hele mooie modellen uit waarvan je gewoon kunt laten zien, ja, het werkt ineens veel beter en dan krijgen we ineens veel betere suggesties, ook op hele grote sets met posts. Als je 2000 posts hebt op een site, dan is welk artikel is het meest gerelateerd. Heb ik ook al geschreven, ja. Is best al een uitdaging. Dus dat wordt steeds beter en ik denk dat het de kunst is om steeds die mensen die binnenkomen en al die talenten die binnenkomen, dan daar weer in te verwerken. Hey, toen je begon, was je gewoon, zou ik bijna zeggen, een hobbyist die een plugin had, absoluut, ja. Had geschreven. Ja. Nu ben je... Ik was een SEO-consultant die een plugin had geschreven. Ja. Ik was niet echt per se de beste developer op aarde, denk ik. Maar... Nee. Maar goed, dat had je gedaan. En nu heb je inmiddels, je zei het net al, groot aantal personeels en een ondernemingsraad. Ja. Als jij nu naar je werk gaat, wat zijn de dingen waar je blij van wordt? Het grappige is dat ik nu, met die wijziging dat ik bij WordPress dingen ben gaan doen, ben ik ook... afgetreden als CEO en Marieke hebben we ons CEO geworden. Marieke is mijn vrouw, maar die zit al jaren, die heeft veel meer gevoel voor het structureren van zijn organisatie en voor dat bij elkaar trekken en dat groter maken en ook dingen afkrijgen, want ik kan wel zeggen... Beginnen. Jij bent een goede beginner. Ik ben een hele goede beginner, niet zo'n goede afmaker. Ja. Nee, maar dit is een hele projectmanagement, structuur en al dat soort dingen. Dat kan zij zoveel beter dan ik. Dat is zij nog meer gaan doen nu. En ik ben me wat meer weer op product gaan focussen. En ik zal even klappen, ik heb de afgelopen 2 weken, geloof ik, 2.500 regels code geschreven. En ik ben gewoon weer een nieuw feature aan het bouwen. Ik vind het heerlijk. Ik zie je ogen glimmen. Ik vind het fantastisch. Dus in die zin ben ik het liefst ook gewoon... aan het coden en ook wel weer aan de voorkant, in dit geval nieuwe, niet nieuw, maar schema.org, dus metadata voor alles eigenlijk op het web, waar we een hele mooie implementatie hebben daarvan bedacht die ik nu aan het uitbouwen en ja, daar word ik heel blij van. Ja. En dan is het ook gewoon, dan zit je ook weer, ben je met Google aan het bellen, morgenavond de call over, hey, wat wij hier gaan doen, maak bij jullie dingen stuk. En als ik dat op 9 miljoen websites uitrol, heb je pijn. Ja, dus fix maar even. En dat is wel, dat is een hele grappige situatie, want we zitten nu in een situatie dat zij zich niet meer kunnen permitteren om niet met onze metadata om te gaan. Ja. Dus, daar kunnen we ook, gelukkig zijn we het eigenlijk bijna altijd eens over van, hey, dit is de standaard, zo zou het moeten werken en wij doen het volgens de standaard, jullie zitten, daar zit een bug bij jullie, los maar op. Ja. Maar dat vind ik heerlijk. En dan vind ik zowel dat gesprek met Google voeren, als het bedenken hoe dat ding moet werken, als het zelf uitprogrammeren, vind ik eigenlijk allemaal leuk. Dus ja. En dat met een team samen doen, en is gewoon fantastisch. Wij vragen vaak aan mensen, als we je over 2 jaar of 5 jaar of wat dan ook, maar laat het even over 2 jaar hebben. Stel dat we je eerder terugvragen dan de afgelopen periode. Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet, hè? Als ik dan ook wil komen. Dan moeten we ook maar afvragen. Anders was dit de laatste kans. Dan was dit onze laatste kans. Wat zeg je dan? Wanneer ben jij tevreden? Wat is het volgende wat je wil bereiken met wat jullie aan het doen zijn? Dat is een goede vraag. Nou, we zijn op dit moment heel hard aan het focussen op het beschikbaar maken voor meer talen. Dan loop je tegen hele basale problemen aan. Dan kom je erachter hoe westers je bent. Van die stomme dingen als... we hebben onze hele analyse over tekst hebben we gebaseerd op het feit dat we woorden kunnen scheiden door gewoon naar spaties en punten te kijken. Ja, dat blijkt dus niet voor alle talen zo te werken.
Dus dat wordt ineens veel complexer dan. Maar ik zou het wel heel vet vinden als wij gewoon onze software daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar kunnen maken. En dan niet alleen iedereen die toevallig in West-Europa en voor de Verenigde Staten geboren is. Maar voor iedereen die gewoon een WordPress-site kan bouwen in zijn taal. En dat we dat ook daadwerkelijk dan op een goede manier kunnen ondersteunen. En ik denk wel dat we over 2 jaar daar een heel eind in zijn. Dat we dan ook daadwerkelijk Japans en Bengali en dat soort talen kunnen ondersteunen. En ook, moet je daar wel diep mensen die talen spreken voor in huis hebben, denk je? Nee, niet per se. Het maakt het wel een stuk makkelijker. We hebben wel een hoop mensen die net iets te veel talen spreken ondertussen. Dus wat dat betreft, het mooie van in Wiegen zit is natuurlijk dat je vlak bij Nijmegen zit, waar een hele actieve taalwetenschappen faculteit zit. Dus we hebben gewoon een hoop studentassistenten ook die nu vanuit die studie dan bij ons meekomen werken aan dit soort, eigenlijk woordenlijsten en zo opbouwen per taal. En ook gewoon per taal gewoon onderzoek doen en kijken hoe zou dat moeten werken voor die taal. Nou, dat vind ik heel leuk. En ik vind ons Academy product groeit als kool. Ja? Dus we hebben nu bijna 50.000 studenten en dat vind ik echt heel gaaf. En business-wise ook? Dat begint langzamerhand echt interessant te worden. Ik moet ook echt zeggen dat ik... daar valt nog heel veel in te ontdekken, terwijl e-learning natuurlijk eigenlijk ook al best heel oud is. Ja. Maar als ik dan kijk naar wat er is aan e-learning-omgevingen, dan schrik ik toch iedere keer weer van de kwaliteit. Dus ik denk dat wij daar ook nog wel wat stappen te maken hebben en helaas misschien ook wel dingen gewoon zelf zullen moeten gaan bouwen. Maar ik ben heel blij met wat wij daar nu kunnen doen. Een heel enthousiast team die daar echt vette dingen aan doen zijn. Dus daar hebben we ook wel goede hoop op. Ja, één laatste vraag van Jeroen Verkroost via Twitter. Hij zegt, FMT, wordt het web niet steeds verder gepersonaliseerd met steeds meer dynamische samengestelde unieke content? Wat doet dat met indexering en vindbaarheid? Wordt het werk van Joost daar niet veel moeilijker van? Ja. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat al dat soort trends eigenlijk altijd overdreven worden. Vooral omdat de gemiddelde WordPress-site niet voor een corporate is, maar voor een MKB'er. En de kans dat een MKB'er een site gaat bouwen die gepersonaliseerd is op al die dingen in de komende 10 jaar, acht ik niet zo heel groot. Dus daarin valt het wel mee. Tegelijkertijd, de sites die dat wel doen, zijn een absolute hel om te optimaliseren. Omdat er gewoon continu die dingen anders zijn. En je moet maar net aan Google de juiste persona hangen, wil die op een goede manier door die site heen gaan. Ik weet ook niet altijd of iedereen er altijd op zit te wachten. Ja. Ik vind die vraag van personalisatie bedoel je? Ja, ik weet je, ik zoek zelf al naar de dingen die ik wil vinden. Moet ik dan op die website waar ik terechtkom ook nog dingen gepersonaliseerd op mij hebben? Het zit me met regelmaat tegenwoordig meer in de weg dan dat het me helpt. Er zijn maar heel weinig sites die personalisatie echt goed doen. In webapps vind ik dat het anders. Hè? Dus in een Netflix en zo waar ik een geschiedenis in heb, dat ze me dan op me gaan personaliseren, vind ik prima. Maar als je al op mij probeert te personaliseren op basis van 2 of 3 pagina's die ik bekeken heb, en dat is wat sommige van die systemen proberen te doen, ja, ik geloof daar niet zo in. Nee. Ik denk dat je dan ook probeert op te lossen dat je informatiearchitectuur van je site verkeerd is, door het dan maar geautomatiseerd beter te gaan maken of zo. Ja, dat voelt niet... Ik denk dat dat eigenlijk heel erg het verkeerde probleem oplossen is. Ja. En dat, ja... Weet je, er zijn wel meer, want in de hele searchwereld heeft tegenwoordig ook over AI. Nou ja... Ik zie het nou niet zo hard. Weet je, natuurlijk gebruiken die zoekmachines dat, maar dat betekent niet dat we het nodig hebben om die website beter te maken. Wij constateren hetzelfde vorige week in Austin. Eigenlijk als je kijkt wat er nou van alles wat er overblijft aan AI, als je dat helemaal afpeelt, wat daarvan nou echt werkt en ook echt nodig is, in de zin van dat het daad echt iets anders is dan het gewoon automatiseren van een proces? Ja. Nou ja, we hebben heel erg de neiging om dingen machine learning en AI te noemen op het moment als we eigenlijk gewoon een modelletje bedacht hebben. Ja, algoritmetje. Ja. En... waar wij ook met onze taalherkenning en zo nu achterkomen, dat zijn gewoon modellen. Ja. Die zijn niet per se allemaal even simpel, maar daar zit geen AI in hoor. Dat hoeft ook echt niet. Want dat is namelijk allemaal uitgezocht. Dus waarom zou je in godsnaam een AI dat uit laten vogelen als de regels allemaal al bekend zijn? Ja. En dat, ik zie het nog niet helemaal. Helder.
Hey, we hebben afgesproken om het ongeveer een half uur te doen. Daar zijn we al ruim overheen. Gaat hard, we zien je over een aantal jaren hopelijk hier weer. En anders komen we moeten eigenlijk wel een keertje naar Wiegen, toch? Jullie moeten gewoon een keer naar Wiegen. Jullie zijn van harte welkom. We komen naar we hebben een studio, doen. We hebben alles. Ja, je hebt alles. Ja, dus ja, dat moet je echt kunnen. Dat vind ik hartstikke leuk. Mooi. En Joost, ontzettend bedankt dat je er was. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het bier. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Je weet, je kunt, kleine 10 jaar, hè, noem ik het maar eventjes, steken. Ja. Uitzendingen van topnames terugkijken. We maken vervolgverhalen, zoals die met soms duurt het even. Soms duurt het even. Maar vervolg komt altijd. Dankjewel. Dank.